Serieus Langedijk. Dus ja, ik hoop dat de DJ's zometeen zullen gaan aantreden. En dan gaan we zien wat er allemaal gaat gebeuren op dat gebied. Dus ja, ik kijk er ontzettend naar uit. Ik hoop dat jullie er ook ontzettend naar uitkijken. Wij kijken er ontzettend naar uit. En wat het mooie is, hè, we leven best wel een beetje in een sombere tijd. Hè? Een beetje, dus we zijn mensen boos over alles. En eigenlijk is dit wat jullie doen, hè, wat we met elkaar doen, is een beetje een tegenhanger. We proberen toch de samenleving wat beter te maken. Niet zo de negatieve, maar juist positieve dingen. Wat kunnen we wel doen met elkaar? Hoe kunnen we de samenleving wel goed maken? Hoe kunnen we wel zorgen dat mensen goed voor elkaar zorgen? En, ja. En om elkaar zorgen. Ja, dit is echt wel een hele mooie actie zo. Nou, ik denk zeker met als we natuurlijk naar de afgelopen paar jaar kijken, dat we de COVID-pandemie hebben gehad, ja. Dat mensen toch steeds meer op zichzelf zijn gegaan, is het heel erg belangrijk met dit soort initiatieven en dit soort stichtingen om juist dat weer terug te brengen, om juist ervoor te zorgen dat mensen niet alleen thuis zijn, maar dat ze elkaar weer op kunnen zoeken, dat ze andere mensen leren kennen en dat daardoor... Het mooie wat een dorp te bieden heeft natuurlijk wat dat betreft. Een dorp is toch een beetje ons kent ons. Dat blijft en dat dat ook weer meer terugkomt. Yeah. Dus dat vind ik wat dat betreft een ontzettend goed streven. Dat het gaat komen, inderdaad. Ja, heel mee eens, Pieter. En inderdaad, en voor sommige mensen doen het vanzelf. Hè. Ik bedoel, al ben je mobiel en je bent jong, loop je zo naar het café toe of naar de bakker. Maar als je wat minder mobiel bent of je bent wat angstig of sociaal geïsoleerd, is die verbinding geen zelfsprekendheid. Ja. En daar zijn we eigenlijk voor. Voor help mensen toch om die verbinding tot stand te brengen en uit die sociale isolatie te komen. Ja, dus dat snap is een prachtig doel. Ja. Ja, inderdaad. Ontzettend goed. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En we zijn Serieus Langedijk echt ontzettend dankbaar ook. Want kijk, het is niet niks 24-7 zoveel dagen lang hier radio maken. Dus ja. We zijn jullie ontzettend dankbaar hiervoor. Nou, wij hebben een mooie actie. Ja. Het is inderdaad een prachtig mooie actie. We hopen natuurlijk inderdaad dat het weer wederom een groot succes gaat worden, net als voorgaande jaren. Ja. En vergeet natuurlijk ook niet, de DJ's die zijn straks zichtbaar, maar er staat ook heel erg veel techniek achter. Dus er zijn heel erg veel mensen achter de schermen ook bezig om dit weer tot een daverend succes te maken. Laten we eens gaan kijken. We kunnen misschien een beetje naar buiten toe lopen om eens te gaan kijken of de DJ's al in aantocht zijn. Ja. Ja, ik zie daar iets gebeuren. Moet je kijken. Jeetje, wat een wagen is dat, zeg. Nou, dat is nog eens een grootse entree. We gaan eens even kijken. Ik loop er even naartoe. Zo. En voor alle mensen die via de radio nu luisteren. Er is dus een enorm grote limousine is er aankomen rijden voor Café de Schelvis. De deur wordt nu opengedaan van de limousine. En ja hoor, kijk, ik zie het al. De DJ's komen naar buiten. Ja. Daar is DJ Bakker. Hallo. Hallo allemaal. Hoe gaat het met jullie? Ja, top. Ja? We hebben een lekker ritje gehad net. Hebben jullie er zin in? Ja, natuurlijk hebben we er zin in. Ontzettend veel. Wat een prachtige entree is dit. Ja, wat vind je van onze auto? Het is een waanzinnig prachtige auto. Ja, absoluut. Nou ja, allemaal thanks to Big Limo natuurlijk. Dat is fantastisch georganiseerd dit. DJ Bakker, we kennen jou van de voorgaande edities. Ja. En... Een nieuw gezicht voor de mensen thuis na staan. Kijk, ik ken hem stiekem al wel. Maar nieuwe DJ, wie ben je en wil je heel even kort voorstellen? Nou, mijn naam is ik ben hier opgegroeid. Goede vriend van DJ. Andere mensen die hier heel hard werken om alles voor elkaar te krijgen. En omdat Stef en Thomas er niet bij zijn dit jaar, werd er mij gevraagd of ik de studio wou. Prachtig. Nou, fantastisch. Wat goed om te horen, zeg. Ik ben heel erg blij dat jij ook dat jij dit jaar mee wil doen om deze actie weer tot een groot succes te maken. Maar er is wel een probleem, want ik heb drie plekken gezien daar in de studio en ik zie maar twee DJ's hier staan. Wat is er aan de hand? Want volgens mij mis ik het. Dat is een goede vraag. Even wachten hoor. Ik denk dat we een probleem hebben. We missen inderdaad Dion. Het was je niet opgevallen dat je net in de... We waren een beetje geheldig door de limo. Dus wij waren alleen maar op alle knopjes zitten drukken. En, nee. Maar hoe gaan we dat dan oplossen? Laten we tegelijkertijd eventjes een beetje deze kant oplopen. Want heel erg lekker weer is het niet natuurlijk. Nee, ja, dat valt best tegen. Maar goed, hè. In de studio is het lekker warm, moeten we dan maar zeggen. Zo is het. Kijk.
Er staan gelukkig al allemaal mensen hier te wachten. Succes, man. Ja, dankjewel. Succes. Leuk dat je er bent. Succes, kerel. Leuk dat je bent, vriend. Ja. Moet jij werken? Wat voor nummer wil jij straks aanvragen? Nu wel. Paraplu in. Meekomen. Oh. Okay. Oh, nou, volgens mij wordt er nu het een en ander georganiseerd. Ja. Improviseren. Improviseren. Nou, meteen even maar eventjes een voorstelrondje dan. Want volgens mij word je nu meegetrokken door de DJ's. Maar wie ben je eigenlijk? Mijn naam is Dennis. En ja, ik ga wat doen, blijkt mij. Volgens mij weet niemand nog wat je gaat doen. Nee. Maar leuk je te ontmoeten. Ja. Hartstikke goed. Hartstikke leuk. Laten we naar binnen gaan. Ja, gezellig. Hoppa, DJ en Mark. Hartstikke goed. Nou, jongens, neem lekker plaats. Ga op jullie goede plekken zitten. Inclusief, kijk, Dennis krijgt nog eventjes uitleg. Wat betekenen alle schermpjes, wat betekenen alle knoppen? Hallo, ben ik te horen? Hoe het allemaal moet werken? Ben ik te horen daar? Niet voor mij, maar ik hoop voor de uitzending wel. Oké, nou dat hoop ik dan ook inderdaad. Okay. Hartstikke goed. Heren, ja? Mag ik het bij deze zeggen? Dan verklaar ik Serieus Langendijk editie 2023 voor gestart. Zo, lieve heel mensen. Erg veel succes de komende 5 dagen. Hou dank je taai. Dank jullie. Dit is de laatste keer dat ik deze frisse en fruitige koppie zal zien. De komende dagen zal het langzaam aftakelen. Heel veel succes. Dankjewel Piet. Een beetje doorgekomen. Ja, heel goed. Ja? Ja, heel goed. Veel zitten, veel eten. Ach, heerlijk. Dus, wat een straf. Ja, dus vanmorgen vroeg alweer in het sportschooltje. Nee. Oh. Had je ook even kunnen doen. Ja, dat zeggen. Ik heb jullie niet gezien daar. Nee, ik was er wel, maar ik zat ergens anders. Ja, nee, oké. Okay. Ja, hij was een van die gewichten. Ja. Oh ja, want ik had het wel zwaar inderdaad. Oh, ja, lekker dan. Ik neem wel wat minder boerenkool straks. Nou wel. Jij, herken jij het gevoel dat je klein bent, dat je de wereld om je heen niet herkent? Het leven heeft je getekend, je zit vast en hebt hier niet op gerekend. Jij, ik weet niet of wat ik jou zeggen wil jou bereikt. We gaan samen eigenwijs op zoek naar vertrouwen en de start van een reis. Ik ben het slap, ik uit de matrix, mijn woord vooruit om dit leven uit te geven. Ik laat het los, sociale druk, wat maakt het uit tot iemand denkt, wat houdt mij het voor tegen? Ga met me mee, ga met me mee. We vinden ons pad, we maken plezier als een reispionier. Weet niet of wat ik jou zeggen wil jij kan zien. Het is een waarde die zonder ervaring geen leven in wordt geblazen. Wij zullen strijden, wij zullen zoeken naar een waarheid die ieder wil begroeten. Dus sta op, een beetje moed en zeg het hardop. Ik ben een zandbreek uit de matrix, mijn borst vooruit op dit leven met te geven. Ik laat het los, sociale druk, wat maakt het uit wat iemand denkt, wat houdt mij niet op tegen? Ik ben een fabriek uit de matrix, mijn borst vooruit, wat beter leven mij te geven. Ik laat het los, sociale druk, wat maakt het uit wat iemand denkt, wat houdt mij niet op tegen? Ga met ons mee, ga met ons mee. We vinden ons pad, we maken plezier als een reispionier. Oh, hello, Serieus Langendijk. Oh, am I live? Is this thing turned good? So, I just escaped from the Mexican prison, and now
I am on a great big journey to go to Sirius Langendijk, to the Netherlands, to the studio, because I really want to be with you. But, so, I have to be very careful. So, I have to hurry. I have to hurry now. But, oh, you want to know the weather. So, it's a bit dark, and it's also a little bit wet. Okay, back to the studio. Het is toch verschrikkelijk. En ik dacht dat we van hem af waren. Uit de Mexicaanse gevangenis? Ja, heb je dat niet meegekregen vorig jaar? Nee. 2 jaar geleden alweer. Nou ja, Pietro was hier ook. En de laatste dag, toen stond hij hier al buiten weer te presenteren. En ineens kwam daar de politie achter hem aan. En sindsdien hebben we nooit meer wat van hem vernomen. En hij is dus toen uitgezet naar Mexico. Maar zie hier, hij is weer terug. Als je wat van de Stones speelt, moet je wat van de Beatles spelen. Vinden wij ook. Maar wij hebben Hans, dames en heren. En die maakt een prachtige status quo versie van een Beatles liedje. Van Sirius Langendijk, editie 2023.
de tussenstand. En hou er rekening mee, dat zijn er maar 8 uurtjes. Ja. Normaal gesproken is het over 24 uur. Ik ga hem van achter naar voren doen. Gaat hij weer? Nee! Ik kan dat niet! Getreuzel. Ik kan dat niet! Ja. Ik heb geen pen, ik heb niks. Ja, dan moet je heel goed luisteren. Mark, wil jij hem even anders uittypen in een kladblokje? Oh ja, want ik ben er snel mee. Ik zeg het bedrag daarna ook hoor. 0. Ja, 0. 6. Ik ga niet mijn telefoonnummer opnoemen. Komma. Ja. 2. 2. 3. 3. 8. 8. 1. 1823 wow. euro. Hartstikke idee. 32,60 euro. Lekker hoor. Lekker mannen. En jongens, dat is niet zomaar een bedrag. Dat is 583,70 euro meer dan dag 1 vorig jaar. Jeetje. Zo. Hakenveen, mag even applausen. Yeah. Yeah. Dat zijn nog eens bedragen. 1832 euro. Ja, dat is niet normaal, hè? Echt niet normaal. Wow. Lieve Langedijkers, dank jullie wel. Dank jullie wel. Absoluut. Maar dit is nog lang niet genoeg natuurlijk, hè? Nee, zeker niet. Nee, en help jij mensen eens even herinneren hoe ze allemaal nog geld kunnen doneren. Want dat zijn op heel veel manieren. Ja, dat zijn op heel veel verschillende manieren. Nou, we hebben het net al benoemd, hè. De voornaamste reden, ga naar www.serieuslangedijk.nl/doneren. Lieve Mark. Ja? Je had een opdracht gekregen, want jij hebt net gedobbeld. Oh ja. Ja. Ik was het alweer bijna vergeten. Wij niet. Nee, dat zal wel weer. Wil jij nog even uitleggen kort wat jouw opdracht is? Ja, ik had helaas 9 gegooid. En dat was eigenlijk de opdracht waar ik het meeste tegenop zag. Dat is namelijk, lees een nieuwsbericht voor. Volledig achter tevoren. Nekketref reed Zjun et veilig. Ra red son wauw et Soem. Tra te ni niep tem. Nennekep et snergrech. Gnizung et snedjet. Salv eit raam. Nemen et eem. Etolrach.